Gronter Dingen is een project waarin we mensen verbinden aan de hand van 1 vierkante meter grond. We willen elke Mechelaar 1 vierkante meter grond cadeau doen. Wat zou er gebeuren als je van onderuit de mensen gaat bevragen naar een gemeenschappelijke toekomst op gedeelde grond? Natuurlijk kun je op 1 vierkante meter haast niks realiseren. Dus zou je moeten samenwerken om de stad beter te maken. Hieronymus van Bussler, dat was een humanist en die woonde hier. En wij vertrekken eigenlijk van heel dat idee van dat humanisme, waarin die wereld op dat moment, in die Bourgondische periode, die opent zich helemaal. Dat overbruggen wij door zowel het verleden te brengen, maar ook te kijken wat dat dan nog vandaag kan betekenen. En dan heb je een theater dat vanuit een veel ander perspectief over al die zaken kan nadenken. Theater is eigenlijk simpel een spiegel van de werkelijkheid, zoals we dat altijd hebben gezegd. Dus wat dat betreft vond ik het vreemd om selectief te zijn met die spiegel. Mechelen heeft erg ingezet op ouders met kinderen. En dat heeft ook geloond. Dus er zijn heel veel jonge ouders met kinderen hier. Maar we zitten nu op een kritisch punt. Want de binnenstad bijvoorbeeld wordt onbetaalbaar. En ja, mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten, hebben het gevoel. Zij worden getolereerd, zolang zij geen hinder vormen, maar dat is het. Er kwamen op een zekere dag mensen binnen, dus met het idee van elke Mechelaar zijn 1 vierkante meter. En dan vroegen ze achter ideeën voor hoe dat we dat zouden kunnen invullen. En mijn idee was, waarom geen kansel maken en die op de grote markt zetten. Zodanig dat mensen in armoede daar kosten gaan opstaan om hun verhaal te vertellen. Lutter de politiekers morgens 10 minuten in een luster zonder dat ze er zelf mogen opkomen. En we hebben dan 206 projecten binnengekregen. En 206 projecten van verschillende vierkante meters, dat levert al gewoon veel te veel vierkante meters op. En dan hebben we eigenlijk beslist om samen, en dus dat is denk ik ook een heel belangrijk aspect, hè, is dat we samen beslissen met al die mensen van welke criteria moeten die projecten aan voldoen om eigenlijk mee te kunnen gaan in de realisatiefase. Ik was op de eerste bijeenkomst en dat klonk zo interessant en met zoveel potentieel in Mechelen. Dat ik echt dacht, ik wil eigenlijk gewoon meedoen. In Mechelen zijn er superveel leuke initiatieven, maar je merkt dat heel veel initiatieven elkaar niet kennen, terwijl die wel overlappingen hebben. En dat zou heel interessant zijn, moesten die dan effectief ook gaan samenwerken op die overlappingen. Als wij op 14 maart gaan wij beslissen wat er op die grond zal komen, gaan de Mechelaars dat beslissen. Die zijn ondertussen in de Neverending Park. Het verhaal dat nooit zal stoppen, want de filosofie is dat we elkaar nodig hebben om verder te gaan, en dat meen ik ook echt, dat we daarin met z'n allen gaan bekijken, oké, er zijn, blijven nu nog 86 voorstellen over van de 206 die we ooit gekregen hebben. Die worden gewikt en gewogen en vooral gaan we ons nog altijd informeren en voeden met gesprek en debat rond de thema's waar we die voorstellen aan gekoppeld hebben. Elke week een ander thema en elke week halen we uit de 86 voorstellen diegenen die gekoppeld zijn aan het thema in onze agora die we gebouwd hebben voor het park. De vraag kwam er dus aan het Schepencollege om ook deel te nemen aan de debatten van donderdag. Want natuurlijk is hun stem is een van de vele stemmen die we hier willen horen. Waarop de Schepen, die ook bevoegd is voor participatie, bedacht dat hij ook wel wilde mee in het park komen wonen, wat voor ons een heel groot probleem was. Het narratief van Neverending Park is dat er mensen wonen in dat park. Ik ben daar altijd. Naast mij nog een aantal andere kunstenaars. Maar hij wilde eigenlijk als bewijs dat hij in de stad dat een belangrijk verhaal vond, wilde hij zelf ook daar met mij komen wonen. Dus ik heb hem dan moeten uitleggen dat ik daar niet woon, maar dat ik daar wel altijd ben. En daarop besliste hij, wat toch wel van enige moed getuigd, om te gaan kamperen in de tuin van het museum. Goedemorgen. En natuurlijk kan het de vraag zijn van, oké, wat gaan we daar dan mee doen als je participatie zo belangrijk vindt? Als dit een eenmalig experiment is, en dat is een mooi plaatje voor Mechelen, dan heeft dat natuurlijk niet veel betekenis. Het heeft pas betekenis als we gaan nadenken van hoe kunnen we dat verduurzamen. Wat is dan in zo'n verhaal de rol van een museum of een theater?
En ik vermoed dat daar de rol van de kunstenaar niet onbelangrijk is. Omdat die via de verbeelding nog andere lagen kan aanboorden dan alleen maar de strikte realiteit.